Ahold kwam vandaag met cijfers en daalt op de beurs met zo'n 2%. Dit ligt echter niet heel erg aan de cijfers. Het vierde kwartaal misschien een beetje tegen, maar dat lag vooral aan een eenmalige winst vorig jaar. Het resultaat over het hele jaar was uitstekend, want de vrije kasstroom steeg met 24%. De synergievoordelen met Delhaize komen duidelijk tot uiting en het aandeel blijft niet erg duur. Het aandeel is gewaardeerd op zo'n 14 maal de winst. Het is niet super goedkoop, maar voor een aandeel met redelijke vooruitzichten ook niet duur. Zeker niet omdat het met bol.com een mooie groeibriljanten in de portefeuille heeft. De vraag is wel altijd bij Ahold van hoe sustainable zijn de marges. De marges in Amerika, er wordt altijd van gezegd dat ze onder druk liggen, maar tot nu toe weet Ahold ze goed te behouden. Er is natuurlijk veel concurrentie van Walmart en Amazon, maar Ahold weet die partijen van zich af te houden. In Nederland eenzelfde verhaal. We zien dat Dirk een pagina grote advertentie adverteert met goedkopere supermarkttarieven, maar toch blijven mensen naar Ahold gaan. Albert Heijn verliest 1% marktaandeel, maar de winst blijft groeien. Het aandeel blijft interessant omdat ook de aandeelhouders echt weten te belonen. Het dividend gaat met 11,1% omhoog en ook worden er meer aandelen ingekocht. Hiernaast probeert het bedrijf ook te groeien, bijvoorbeeld door in België meer winkels te openen en het ook te doen in Griekenland en Roemenië. Deze groei moet ervoor zorgen dat ook in de toekomst Ahold meer winst kan maken. Thank you.